Oké, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? 24 uur in mijn doos. Ja, allemaal los. Zo. Wat doos meegenomen. Nou, wordt cool, hè? We zijn er nog niet. Goed wat. En hoe was je wrap? Ja. Nu hem op. Goed zo. Lekker rustig zo. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Wij zijn de Vogies, Joyce en Smee. Ja. En we hebben heerlijk geslapen op de bank. Ging goed, hè? En het was lekker warm, hè, met die open haard. Zeker weten. Nou, we hebben... Beetje licht, maar we hebben wel geslapen. Ja, het duurde even, hè? Want Jasmee vond het nog best wel lastig dat het natuurlijk een beetje licht was. Want in haar kamer wel een rolluik. Dus dan is het echt pikken donker, hè? Dus nou ja, ja, ja oké, okay, van de trap licht heb je een klein beetje licht dan. Want de lantaarn staat bij ons voor de deur. Dus dan door het gangraam, daar schijnt hij naar binnen. En dan komt hij een heel klein beetje naar Jasmee de kamer toe. Ja, nou, heel veel. Het schijnt wel door mijn rolluik eigenlijk. Dat kan helemaal niet, joh. Maar hij komt via de trap zo omhoog. Je kikkelde ja. Mij. Ja, joh. Oké, wat gaan we doen? Wat? Gaan we doen. 24 uur in mijn doos. Jasmee, hè? Niet net als de zoete zusje. Ja, ja, Jasmee had het wat gezien. Ze zegt, ik wil ook zo'n doos maken. En die had ze ook al een keer bij Bibi gezien, toch? Geloof ik, vorig jaar of zo. Ik zei, dat komt wel goed. Gaan we wel een keer doen. Dus ze wil 24 uur in zo'n doos overleven. We hebben allemaal heel veel volgers. Alleen wij niet. Nee, dat komt vanzelf, toch? Dus, bij deze... Abonneren. En alsjeblieft. Ja, en druk even op dat duimpje hier onder de video. Dus even op je beeldscherm en dan krijg je zo'n duimpje. Ik heb al een keer alle vlogs gekeken en ik zag bij sommige. Ja, we hebben al best wel wat duimpjes omhoog. Naar beneden. Omhoog. Duimpje wel omhoog. Ja, duimpjes wel omhoog. Als je hem laag vindt. Dan moet je gewoon niet kijken. Dan moet je gewoon. Zo zo voorstel. Hé, hey, maar wij gaan dus naar de zaak, want ik moet heel even boys en moeders en nagels doen, hè, van oma. En dan gaan we daarna gaan we de dozen meenemen. Dus mee lekker de pak aan en de pyjama sokken lekker warm. Lekker gewoon lekker voor in die doos te vervelen. Ja, we krijgen een hele grote doos en die bank gaat weer geklapt. Ja, papa gaat zo de bank dan klappen. Dan gaat die hele zo. En dan hebben we ruimte voor die dozen. En dan gaan we daar wat leuk van maken. Gaat ook de keuken denk ik in, want anders... Nee, je moet gewoon 24 uur opgesloten zitten daar. Je mag er niet uitkomen, plassen, poepen, alles moet je daar doen. Ja, maar dan moet ik ergens... Nee hoor, naar de wc mag je gewoon even eruit. Ja? Oh, het wordt nou wel een beetje zenuwachtig. Nou, we nemen jullie mee met deze 24 uur. Zo, 24 uur challenge. En als het regent, noem ik het... Piezen. Oh, het piest dan. Ja, de wolkenpiezen zeg je altijd. En Teun ook, jullie zijn helemaal knettergek. Huh? Nou, we gaan. En vinden niks zijn bam bam. Ja, jullie zijn bam bam. Dozen. Ja, heb je daar allemaal dozen? Die zijn denk ik niet goed of wel? Nee, die is kapot. Laten we eens even kijken of we een grote doos hebben. Nou, daar komen we nou net niet bij. Kijk eens, hier hebben we nog meer allemaal losse dozen staan. Zie je, er zal vast wel eentje tussen zitten. Zo. We hebben wat dozen meegenomen, want we hadden niet een hele grote doos. Ik zeg, dat geeft niet. Dan maken we wel van een paar dozen... Een grote doos, toch? Okido, nou, Jasmee zit alweer even aan de kapperstafel. Open haard lekker aan. Nou, dan gaan we klussen. Wow! Nou, wordt cool, hè? We zijn er nog niet. Nou, dit is het geworden. Dat is toch wel aardig gelukt, toch? We hebben in ieder geval een huis gecreëerd. Lekker met de deur dicht, dat scheelt. Kan Jasmee lekker daar zitten. En ze heeft al opgeschreven dat Jasmee op huis nummer 72 wordt. En dit is de bel. Zo, hier. Dus ding dong. Kom binnen. Kijk, hallo. Wat ben je aan het doen? Aan het tekenen. Ik heb hier een unicorn. Oh, oké. Okay. Dus Jasmee gaat het even mooi maken van binnen. Ja. En dan zien we straks het eindresultaat, toch? Ja. En ik krijg hier nog een lekker warm kleedje. Ja, een lekker warm dekentje. Hier zo, want dit is niet zacht. Nee. En ik ga dan even de lunch maken, hè? Want je moet toch wat eten. Oké. Okay. Dan gaat je tijd nu in, mevrouw.
Nee, geen tijd. Ja, je 24 uur challenge. Oh ja. Ik wil er. Je mag er niet meer uit. Ik wil erin slapen. Ja, dat is goed. Moeten we dan nog heel even wat spulletjes pakken? Ja. Oké. En dan gaan we daarna de tijd in. Nou, hij is aardig volgeladen. Wat heb je allemaal? Kapperspullen. Kapperspullen. Dokterspullen. Dokterspullen. Dus bijvoorbeeld, als ik mij hier heb gesneden. Ja. Dan heb je ook pleisters. Oh ja, goed over nagedacht. Ja. Ik wil even een lichtje maken. Oh ja. Verband. En dit. En pleisters. Ja. Oké. Okay. Hier heb ik nog een beetje een lekkere chillhoekje. Ja. Nog een paar Pokémon. Boeken. Pokémon boekjes. En je hebt ook huiswerk, hè, zag ik, om te lezen. Ja, van je werkboekje. Je hebt ook lekker wat spelen. Nog een nep telefoontje. En je knuffels. En dit heb ik ook. Een pen en mijn telefoon. Ja, dan kan je spelletjes doen. En je hebt ook je Nintendo liggen daar zo, geloof ik. Ja, ik heb even een lekker chillhoekje hier gemaakt. Nog een lekker van knustekentje, dacht ik. Ja. Want ja, als het nou koud wordt vannacht. Ja. Dan heb ik. Ja, en dan zorgt mama dat je dekbed weer er is, hè? Dus nu heb je gewoon een speelhoekje gemaakt. Ja, maar het wordt straks denk ik wel kouder. Oh ja. Ja. Nou, dan ga ik even wat lunch maken, oké? Okay? Weet je wel wat ik wil? Oh nee, sorry. Wat is de bestelling, mevrouw? Een boterham met kip. Een wrap. Een wrap met kipfilet? En dat. Ja, dat is goed. Kan je de deur eigenlijk dicht? Ja, ik was nog niet weg. Ik moest even je bestelling opnemen. En nog wat drinken, chuderans. Ja. Of vanochtend nog. Of iced tea. Mijn chuderans. Chuderans, oké. Okay. Nou, ga ik even maken dan, ja? Dan ga ik even tekenen. Dat is goed. Met deze. Ja. Zo, ik ga even tekenen. Ja, en dan denk ik dat ik dan ga eten een beetje boom. Het is wel middag al aan het worden, dus ik even mijn huis tekenen. Ik weet niet hoe mooi het hier gaat worden, maar het gaat denk ik wel mooi worden. Dus even een beetje beentjes tekenen. Misschien kan ik er ook nog gras op me maken. Kijk eens, dame. Lekker. Lekkere web. Kijk, ik heb daar. Oh ja, nou, ik kom zo even kijken in jouw huis. Eet smakelijk. Oeh, ging net goed. Oh, Max komt ook even kijken. Hij is gauw weer weg. Hij denkt, nee, dat vind ik helemaal niks. Nou, eet smakelijk, hè? Ik lijk niet of het. Dan zet je me even gewoon op de grond. Ja. Ja, want je gaat toch op eten, toch? Lekker. Hey, Maxie. Nou, eens even kijken hoe het met Jess meegaat. Als de wrap al op is. Ding dong. Kom binnen. Ik heb een hele mooie kruiwagen. Oh, echt? Oh ja, ik zal eens inzoomen. Ja hoor, netjes. Niemand kan dat, hè? Nee? Kijk, je doet eerst zo, ja. dan zo. Je hebt ook een huisdier tegenwoordig, zie ik. Die ruikt wat. En hoe was je wrap? Ja. Doe hem op. Goed zo. Lekker. Wil je nog wat eten? Ja. Max, kijk eens. Max. Is dat Max? Wat wil je eten? Boterham. Oké. Okay. Nou, is goed. Met wat? Eentje met chocopasta? Chocopasta en vruchten. Oké. Okay. Nou, tot straks. Tot zo. Wel, lekker rustig zo. Nou, ik heb nu weer twee nieuwe boterhammen. Ik heb ze nu in een broodblik gedaan. Want ja, dat hagelslag, dat knoeit natuurlijk altijd wel. Dus dan valt het weer in een broodblik. En dan is het allemaal weer netjes. Max vindt het ook wel lekker, hè? Ding dong. Kom binnen. De bestelling is klaar. Ik heb een aapje gemaakt. Kijk, hier zit zijn... Waterwasser is klaar. Een... mooi slabbertje. Ja. Goed gelukt, hè? Ja, zeker. Zo'n pieten dik. Ja.
hier oren. Nou ja, vermaakt je wel, hè, zo in je knutselhoofd. Kijk, dan zit al helemaal klaar voor je boterham. Maar denk zo, die komt op de grond. Die is van mij. Beetje voorzichtig met Max. Kom maar, Max. Gaan we even naar je eigen huis. Kom. Ah joh, maakt niet ja? uit. Oké, okay, nou weet je wel voorzichtig, want hij lust ook die boterham, hè? Ja. Max, doei. Je gaat vanzelf uit, hè? Het is alweer een poosje later. Dus me even wat lekkers geven. Hallo. Hoe is het hier? Goed. Gaat het goed? Zo, netjes je slofjes bij de deur. Wat ben je dan doen? We kunnen Roblox. Goed zien. Oh, ja. Alleen ik weet niet hoe ik nou moet lopen. Dan ga ik zo even met je meekijken. Jeetje, wat heb je mooie versiertjes mee. Je bent flink bezig geweest. Ja, ik ben een beetje moe geworden. Nou, en lekker even chillen toch? Ah, yes. Ik kan weer lopen. Hier nog lekker even spelletje te doen. Hier heb ik even een breaker voor je. Even wat eten. Oh, ik kan niet in mijn huis. Oh, weet je welk huis ik nou in heb? Ja, dat kunnen we niet zien op de vlog. Maar ik heb allemaal... jou? Oh, nu vind ik een beetje, die. Ja. Het vinkje. Oh ja. Het is een heel mooi huis. Zeker weten. Heel mooi uitzicht. Ja, ik ga nou helemaal naar boven, ja. Woon je in Oostenrijk? Ja. Uh-huh. Je mocht zelf een land kiezen, dus ik dacht Oostenrijk. Maar ik ben hier boven nog niet geweest. Nee, ik wil eerst hierheen. Oh, daar is niks. Daar is het dak. Oh, wauw, wat een mooie kamer. Oh, een kamer. Dit is mijn kamer. Een slaapkamer. Zou ik helemaal naar beneden toe? Ja, wel benieuwd. Helemaal? Ja. Oké. Okay. Ga ik van de trap afvallen? Oh jee. Joehoe, joehoe, joehoe. Och, ik kan niet. En waar zit je nu in de kelder? Oh nee. Nee. Van de trap. Oh, Max. Hier. Hier, hier is de gang. Ja. Een hele lange gang. Oh, hier ben ik nog niet geweest. Wat is dit? Wat is dit? De computerkamer lijkt het wel een beetje de... Oh, kijk, ik heb nog een huiskamer. Hier kan je... Dit is de uitgang. Hier heb ik nog een wat. Kijk. Hé, hey, er staat dus twee lampen in. Oh, dat is niet handig. Daar kan je niet naar binnen. Dan heb ik hier een zwembad. Ook nog? Nee, joh. Een zwembad? Joehoe! Wow. De kleren al. Ja, ik heb geen bakpak of wat. Oh, oké. Okay. Zou ik even naar binnen toe gaan? Oh my god, hoe moet ik daarheen? Oh, het sneeuwt ook buiten. Ja, dus toen moet ik even zwemmen. In mijn garnieren. Oh my god, ik spring alle kanten op hier. Nou, jij lekker even verder met wacht, je Gameboy. Oh, moeten we nog even kijken? Ik heb... nee, daar ga ik even niet heen. Hier is mijn gigantische keuken. Oh ja, zo. En hier is mijn toilet en mijn badkamer. Netjes hoor. Nou, jij vermaakt je wel, hè? En je breaker staat daar, goed? Ja, Max mag hier blijven. Nou, gezellig. Doei. Nou wel. Tot straks. Tot zo. Doei, Max. Max ligt lekker voor de open haard. Ik ga eens even kijken waar Jasmee is, of het allemaal goed gaat. Nou ja, waar ze is, dat weten we natuurlijk. In de hut. Ding dong. Kom binnen. Oh, ik hoef niet meer aan te bellen. Ik zit wat te downloaden. Oh, gaan we via de deur open doen. Zo. Ik zit iets te downloaden. En red je het allemaal nog? Ja. Het is nou natuurlijk alweer een beetje einde van de middag. Je houdt het goed vol, hè? Ja, ik ben een beetje moe aan het worden. Dus ik lig even lekker onder het kleedje trouwens. Lekker hoor. Het is touw gedood. Nou, die breaker heb je ook niet opgegeten, zie ik. Zal ik die terug in de koelkast zetten? Ja. Okay. Het wordt nu wel een beetje donker. Dus ik denk dat we een lampje nodig hebben voor jou, of niet? Ja. Ja, hè? Ik wil even wat lezen. Oké, nou, ik ga even een lampje pakken. Als je zo met de camera kijkt, is het niet zo donker. Maar als je zonder camera kijkt, is het wel donker. Nou, Mak komt ook weer even buurt. Die vindt het helemaal niks dat jij hier zit, hè? Hij komt wel iedere keer. Hij komt iedere keer even kijken, hè? Ja. Ik nog een snoepje. Nou, ga ik even een lampje pakken voor je, ja? Ja, mama heeft lekker gewend als gepakt. Yes. Ja, zo kun je het een klein beetje zien dat het donker is, maar... Ik ga hem even pakken. Hé, hey, hang je even uit je dakraam. Maar ik wil wel bepalen om wat te eten. Ja, nou, we gaan eens even kijken nog. Mama, we hadden al patat op. Ja, ook. En Chinees al op. Dus we gaan nou gewoon weer gezond eten, oké? Okay? Ja, dat is de buurman. Mam, ik kan niet echt mijn lichtje ergens
snoep hangen? Ik denk dat hij hier wel aan kan. Zo, het is met een knijpsysteem. Oh ja, zo. Even kijken hoor. Ja. Zo. En dan ga ik deze even daarin. Wil je die even mij daar even neergooien? Ja, haal ik even daarin. Hey, ik ben vragen. Hoi. Even kijken. Hier hebben we een verlengsnoer liggen. Oh. Kijk uit, hier mijn huis. Ja. Ik pas er niet tussen hier zo. Even kijken hoor. Kijk, standbeeld. Buiten huis. Hey, Google. Oh. Zeg, kijk uit. Ik heb even twee handen nodig. Ging beter. Ik ga eraan doen. Ja, ik ga eens even kijken bij je. Zo, dat is beter hè? Dan kan je hem alle kanten op buigen. Kijk, doe je ook. Ja. Oh ja. Dit ga ik dus doen. Ja. Dat ik even overal in mijn huis licht heb. Ja. Ik heb al een paar sloffen. Ja. Ik gaat goed? Ik ga me vermaken. Ik ben al heel vaak op mijn telefoon geweest, dus ik mag van mama niet op mijn telefoon. Dus ik dacht, ik ga gewoon even huis doen. Ga je even lezen? Oh, nee. Is het alleen een leesboekje of is het ook een werkboekje? Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb er niet echt goed in gekeken. Alleen een... leesboekje. Oh, tekening! Oh, nou, dan kan ik even gaan tekenen. Oh! Oh, dat is ook een beetje een werkboekje, toch wel? Er staat er vast nog meer in. Hier, dan halen we je pop even aan de kant. Dan kan je je optekenen. Of leg even die boekjes van Pokémon eronder, dan heb je wat meer, dan heb je die ribbeltjes niet. Nee. Nee? Kijk. Ah, ja, er zitten ook nog een paar bladzijden onder. Ja. Ik ga even eten. Maar ik ben ook nog erg moe en ik heb... Ja, ik dacht we kunnen doperwten eten. Oh ja, dat vind ik altijd wel lekker, hè? Met aardappeltjes of zo. Ja. Okay. En ja... Ik heb een slang gemaakt. Ik heb alles op mijn dak. En Kim, Sim, Sik, Mik. Dag, ja. Even schrijven, hè? Even schrijven, joh. Nou, ik vind dat je het heel goed volhoudt. Ik had het niet verwacht. Af en toe wel een beetje plassen. Oh, ja, dat is wel nodig, helemaal hè? Helemaal niet uit. Nee, kan je even je benen strekken, hè? Nee, dat heb ik niet gedaan. Ja, je moest er plassen. Dan moet je toch even je benen strekken, ja. Maar dan loop je dus. Ja, dat bedoel ik met benen strekken. Ja. Nou, ga je even tekenen, komen we zo even kijken hoe het geworden is, ja? Ja, Max is ook weer bij je. Is dat verboden, Max? Ja, eigenlijk wel. Ga maar even laten zien. Ja, dus maar je had een soort van opgeschreven hier, verboden Max. Nou, het is in het Engels voor Max, dus dat is goed gegaan. Maar verboden, dat, nou ja, we weten dat nou, er staat. Voor Max. Ja, inderdaad. Nou, ga jij mooie kleuren, komen we zo even kijken, ja? Ja, ik ga me wel vermaken. Ik ben eigenlijk een beetje moe, maar ik probeer even niet te gaan. Jongen. Mam, kom eens kijken. Ik heb een plukje gedaan. Oké, ik kom eens even kijken. Oh ja, je bent alweer klaar met tekenen. Ja, joh. Ja, je bent even in je Pokémon boekje bezig. Ja. Okay. Wil je wel drinken? Nee. Nee? Oké, een beetje water of zo? Ja, ondertussen is Boy nog even bezig op het dak. Om alles netjes te maken. Goed af te sluiten. Ding dong. Kom binnen. Hey. Is papa ook gezellig bij jou even? Opgevouwen. Ja. Zit je lekker, Boy? Maxi, die wil er ook elke keer in. Ik snap er niks van. Nou, op de achtergrond hoor je Jasmine een boekje lezen. Dus met de doperwten zijn klaar. Dan denk je wat schuim doet. Ik heb er wat water bij gedaan. Omdat ik niet genoeg vocht had. Wij eten aardappeltjes met bloemkool en broccoli. Zag nog een sausje erbij. En hier hebben we natuurlijk de gebakken aardappel die ik net heb gemaakt voor Jasmee. In ieder geval gekookt. Dus die ga ik straks nog even bakken. Even kijken hoe het met Jasmee is. Kiek. Hallo. Mag ik even binnenkomen? Ja hoor. Zo, zitten we ook in het... Hè? Hij is wel lekker hoog, dat is wel fijn. Toch? En je kan gewoon staan. Nou, moet je nagaan, dat hadden we nog niet opgemeten eigenlijk. Hè? Ja, Max. Oh, Max komt ook gelijk weer. Die denkt, hé, dit werd z'n allen nut, ik kom ook. Hè? Kijk, ik heb er nog
een knuffel. En weet je... Mag het niet doen, joh. Mam, kijk, ik heb hier een boek. Ja? En weet je wat er spiekerman in mijn boek... En nog meer boekjes, gezellig. Donald Duck. Ja. En wat heb je hier voor boekje? Wat is dat? Sanne Superpower. Ja. Oké, okay, leuk zeg. Sanne Superpower. Ik vind dat je het echt heel goed volhoudt. Hè? Dokter spelen. Het doktertje spelen. Ik heb ook het eten op staan, hè? Heel even. Oh, heel even dan. Yay! Yay. Oh, help. Oh, jee. Nou. Oh, jee. Deze openmaken. Ik zie de verband al komen. Ben ik zo erg gewond? Nee. Zal ik even de standaard pakken? Ja, pak jij maar even de standaard van de vlog. Doe ik even het licht aan de kant. Oh. Ik bleef wel in mijn hut, want kijk. Ja, hij lag precies voor de deur. Ja. Zij, hij lag op de bank, dus dat scheelt. Oké, okay, nou, eens even kijken, patiënt. Doe ik een beetje zo, een beetje licht. Ja, bij de, ja, ook. Nou, kijk nou, we hebben gewoon je dak verlicht. Kan je nog meer al je mooie tekeningen zien. Hé, wat is dat? Is dat van Mario? Nee. Een huisje, wat dan? Dat iemand doodgaat. Oh. Hij ligt in een kist. Nou, dat is... ja. Daarom ligt daar ook bloemen. Oh. Hoe kom je daar nou weer bij? Heb ik gewoon gedaan. Nou, gezellig. Oh, hij is in de hemel dat ik hem op het dak heb gedaan, of niet? Nee. Oh. Hij ligt op de grond dat iedereen gedacht gaat. Oh, oké. Okay. Nou, is oma wil is het. Ja. Dit wordt heel grappig. Oh jee. Oh, mijn hoofd is ook gewoon aan de hand. Oh jee. Ik heb geen benen. Ja, laat het maar eens los. Ja, nou, ik ben wel heel erg gewond, zie je het? Zou ik het even opnieuw doen? Ik heb pijn in mijn hoofd en alles doet zeer. Zou ik het wel even opnieuw doen? Nou, kan ik niet gewoon ergens anders gewond zijn? Ja hoor. Aan mijn arm of zo. Wacht even, mummie. Oh, ik kan nooit een keer normaal van jou, echt. Oeh. Krijg geen lucht. Oh. Nou, hebben we nog wat gezellig getekend? Want... oh, een regenboog. Ja. En een hartje. Oké, okay, mag ik? Dat is in ieder geval wel weer gezellig. Ja, en mijn arm is nou wel, doet wel pijn. Nee, nou bij mij. Oh, bij jou. Nee, grapje. Mijn arm. Mijn hand. Even wachten. En dat deed pijn als ik eraan zat. We moeten alleen au zeggen. Au. Je moet het wel vaak zeggen. Au. Ik doe nog gewoon training. Dat zeg jij ook altijd. Als ik nog niks doe, dan zeg je al au. Au. Nou, ik ga mijn handen even inpakken. Mm-hmm. Het is niet best zo eigenlijk dan, hè? Joh, je duim. Oh, mijn duim die blijft omhoog. Kan ik nog een duimpje omhoog klikken op de, onder de vlog natuurlijk. Ja, dat doet toch. Doen jullie dat ook even ondertussen even een dikke duim omhoog voor deze 24 uur challenge? Ja, maar mam, want ik vind dat Jasmine het echt super goed doet, ja. Je, dit. Ja. Dit doen alle dokters, hè, zo. Oh, okay, ja, ja. Duimpje laten. Maar als het nou ook mijn duim gebroken is, wat dan? Duimen kunnen nooit gebroken zijn. Nee? Oh, wel hoor. Duimen pak ik. Met skiën vaak op je duim gevallen? Ik wel. Super pijn. Skiduim noemen ze dat. Kijk. Nou, perfect. Zou ik nog wat maken? Eens kijken. Ik krijg geen prik toch, vandaag?
Mag ik ook nog wat schrijven op jouw dak? Ja. Nou, ik toch ben. Nee, nog niet, nog niet. Ik moet eerst nog eerst even... Oh jee. Moet je maar de knoop halen. Maar mijn arm is ook een beetje gewond. Lekker strak. Nee, zo strak joh. Hey joh. Nou, dit doen we. Dan zit ik met mijn handen in een mitala, zie je het? Weer mijn duim gebroken. Is niet want, best. Weet het ook bij mij doen zo in een mitala maken, ja hoor. Ja. Zo. We moeten nog maar een paar EHBO-lesjes worden dan, hoop ik. Hè? Als je dokter wil worden. Nou, komt u maar, patiënt. Met mijn dikke kom. Kijk uit dat je niet gooit. Nou, komt u maar. Kijk hoor. Ik deed eerst om mijn hoofd heen. Dat is altijd handig. Nee joh. Oh, zo bedoel je? Ja, als een... Dat is een echte mitella. Ja, een echte mitella. Hier, mitella. Ik wil het wel, ja. Wil je me helemaal net als een mummy doen? Net ook als een mummy. Ja, ook mijn ogen. Oké. Nou, ik hoor een mummy. Oh, hij moet even om je heen. Ik kijk nu Jozef. Jozef. Even kijken, ik hoor een beetje aan elkaar. Dat je nog wat kan zien. Ik zie er niet uit. Zie je er niet uit? Nou, had ik al eens helemaal geen last van, toch? Het zag toch prachtig uit, hè? Het verband zit in mijn mond. Oh, jij moet ook niks zeggen. Je bent toch gewoon helemaal gevallen? Zo, gaatje erin voor je neus. Voilà. Dan ga ik het met jou doen. Nou, ik ben al mummy geweest. Nee, nee. Ik schrijf nog even mijn naam en dan ga ik terug naar het eten. Anders kan ik nog niet eten straks. Oké, baby. Oké, baby. Ja, luiertje. Even kijken, met de roze. Oh. Liefst mama. Nou, iets gezelligs op de muur. Hè? Onder je regenboog en onder je hartje. En die vergeten we maar even. Nou, wel mooie bloemen. Nou, doei. Tot straks. Tot zo. Eten is klaar. Kijk eens. Ja, die is gefotse. Kijk eens op je dingetje. Ik kom zo het drinken even brengen. Hier. Nou, eet smakelijk. Doei. Ik kan jammer niet aan tafel. Nee. Nou, het is alweer laat. We hebben de deuren er even uitgehaald. Niet voor de lengte. Ik ga even een lichtje maken. Maar dat het makkelijker is. Hè? Ja. Ga ik lekker slapen? Nou. Gaat het lukken, denk je? Ja. Oké, ik vind het wel stoer hoor, Wanje. Ik ga het doen. Oh, er is een pluisje bij je mond. Ja. Zou ik eruit? Nee, hij doet het niet. Even volhouden nou, toch? Ja, dat zit er goed. Morgen hebben we een leuk idee. Ook vloggen. Gaan we een koffertje pakken om naar Oostenrijk te gaan. Ja. Wisten jullie dat al? Oeh, laat maar zitten, anders valt hij daar uit elkaar. Nou, dan zet ik dit lampje ook uit. Wel trusten. Die uit. Oh ja, we moeten de vlog nog afsluiten. Ja. Oh, even licht weer aan. Hup. Ik ga lekker slapen. Ja, vond je dit weer een leuke vlog? Doe dan een... Dikke duim omhoog. En? Niet abonneren. Klik op het belletje. Voor de volgende vlog. Morgen weer in een nieuwe vlog. Doei. Doei. Nou, nog een keer dan. Wel trusten, schatje. Doei. Max, die waakt over je, oké? Ja. Trusten. Doei.